Wij zijn zo met ons honden in dat water bezig dat ik denk in een volgend leven dat ik wel terugkom als vis of misschien als Newfoundlander of zo, want we zijn echt met dat water één geworden. We drinken het en trekken het door. Maar deze zomer vragen we ons af wat er zich nog allemaal in, op, onder en naast het water afspeelt. Vandaag gaan we zwemmen in het meer van Hofstade, maar dan wel samen met Koen en zijn Newfoundlanders. Bij mijn ouders is een Newfoundlander ooit gekocht geweest. Dan was ik 12 jaar en dan daarmee naar de hondenschool gegaan. En dan van het een tot het ander. En dan begin je te geloven in de band die je hebt met honden, hoe dat ze naar u luisteren en wat ze voor u willen doen. En dan gaat je zelf door het lezen zien dat Newfoundlander, dat doet het in het water, al die oefeningen. En dan wil je dat ook leren aan uw hond en dan komt dat automatisch. De Newfoundlander komt oorspronkelijk uit de eilanden Newfoundland voor Canada en werd daar door de vissers gebruikt bij alle dingen ook in het water. Dat was vissersnetten binnenhalen, boten binnentrekken, was er iets uit het water gevallen weg gaan halen. Dus dat was een werkhond in het water. Ze willen altijd de mensen helpen al wat met het water te doen heeft. Daar is een deel van reddingswerk, dus noodsituaties, mensen uit het water halen, boten die in nood zitten. Maar dat is ook voorwerpen naar een boot brengen. Voorwerpen gaan halen op het water en terugbrengen. Dus alles wat hem kan helpen in het water voor de mens, dat is wat wij gaan trainen met hun. Zij hebben sowieso al hun typische vacht die hun aan de buitenkant die vrij geolied is en die hun afschermt zodat die huid vrij droog blijft. Ze zijn dan ook in hun bouw, hebben zij dus een veel bredere structuur dat ze beter drijven op het water zodat ze al hun kracht kunnen gebruiken in het vooruittrekken. Je kunt het vergelijken met een vrachtschip, dat is niet snel, maar is wel heel sterk. De band met onze honden is enorm, zelfs als een band ook hond naar ons. Als je geen band hebt, dan kun je die in het water of die prestaties niet hebben. Want die hond moet het voor jou graag willen doen. Zoals we kinderen hebben, hebben we ook die honden. En honden doen alles met ons mee, ze gaan mee op vakantie. Ze gaan, het is gewoon een volledig deel van onze familie. Je ziet het, sport is ontspanning. Voor hond en mens.